Ik ben Nettie Sommers en ik zal vandaag de presentatie doen. Even wat voorgeschiedenis van mezelf. Ik ben in 2016 gestart met investeren voor het bedrijf Jyninski String Technology. En sinds juni 2020 ben ik samen met een paar andere mensen de communicatiegroep voor Nederland. En wij verzorgen dus de communicatie naar iedereen. Als er vragen zijn of problemen zijn, dan kunt u ons bereiken. Ik heb van Earl en mij de telefoonnummer straks op het eind geplaatst. Dus dan heeft u ook meteen rechtstreeks contact als het nodig is. En dan ga ik nu even vertellen het verhaal van hoe mooi het is wat iemand gedaan heeft om onze milieu van de aarde te verbeteren. Want het milieu wordt steeds erger. We houden totaal geen rekening met de vervuiling. En op dit moment wordt er dus wel heel veel gesproken over de CO2-uitstoot, dat het allemaal moet veranderen. Maar het gaat niet snel genoeg. We weten in Nederland ook hoe de regering er nu mee bezig is. En het heeft gewoon heel veel impact. En daar moeten we dus rekening mee gaan houden. Daar moeten we iets voor gaan doen. Want het milieuprobleem is niet alleen in Nederland, het is wereldwijd. En die oplossingen die moeten komen, die kan ik je straks al een stukje van vertellen. Want de oplossing die is eigenlijk heel dichtbij. En dat is eigenlijk iets wat een man, de heer Anatoly Jyninski, al 40 jaar aan het uitdokteren is. Hij had een heel goed idee. Maar dat moet ook nog wel uitgewerkt worden. En er moeten mensen zijn die hierin meegaan en er geloof in hebben. En daar is hij al vanaf 1978 mee bezig. Dus al ruim 40 jaar, 42 jaar. En nu is hij eigenlijk zover dat hij bijna aan het einde is van alles en dat het gewoon in de wereld gebouwd kan worden. Hoe geweldig is dat? Dit is hij, de heer Anatoly Jyninski. In het midden zie je hem dat hij heel jong is. En links, zo ziet hij er nu uit. Dat zijn de 40 jaren die ertussen liggen van zijn ontwikkeling voor dit systeem. En dan zie je ook een stukje naar rechts, zie je die vrachtauto op die baan. Dat was zijn eerste prototype van het vervoer in de lucht op het tweede niveau, noemen wij dat. En in het middenonder zie je hem nog eens een keer wat duidelijker op afstand. Het was hem gelukt om op het tweede niveau te gaan rijden. Maar als je zo meteen de andere foto's ziet, dan zie je dat er echt wel heel veel veranderd is in de 40 jaar die gevolgd zijn. Maar wie is Anatoly Jyninski? Hij is een uitvinder en designer van de stringtechnologie, dat is duidelijk. Maar hij is ook projectmanager van twee projecten van de Verenigde Naties. Hij is lid van de Cosmonautische Federatie van de USSR. Hij is ook auteur van veel uitvindingen, monografieën en wetenschappelijke projecten. Hij heeft onderscheidingen gekregen, twee gouden medailles onder andere, hij heeft diploma's en hij heeft de internationale prijs van de Golden Chariot gewonnen. En dat is echt wel een hele prestigieuze prijs. Die heeft hij in 2009 en 2011 gekregen, maar ook in 2018. Maar het milieu. Overal in de wereld moet men er rekening mee houden. Dat zei ik daarnet al. Maar de ruimte daarvoor is steeds minder. Want mensen gaan steeds meer wegen bouwen, treinen bouwen, alles, spoorwegen, alles komt er. Maar de aarde heeft maar een beperkte oppervlakte en meer is er niet. Dus de dieren komen eigenlijk steeds meer in het gedrang. En daardoor is Anatoly Jyninski aan het denken gegaan om het in de lucht te bouwen. En hier ziet u dus een foto van hoe het in de lucht kan. Dat is heel mooi. Ik ga er even wat dieper op in. Want hier zie je een hoop modellen die al ontwikkeld zijn. Hier zijn computerafbeeldingen bij, maar ook al echte foto's die je kunt zien in het ecopark. Maar wat wil hij daarmee bereiken? Ten eerste een beter leefmilieu voor dieren. Hij wil ook het transport versnellen. Want kijk eens links dat plaatje. Er zijn heel veel auto's, er is een file. Hij wil de files oplossen. Maar ook rechtsonder is in een fabriek kunnen dus pallets, hoeven niet meer in de vrachtauto, die kunnen via een automatisch systeem ingeladen worden en verzonden, verstuurd naar de plaats waar het naartoe moet. En zoals u ziet, zonder chauffeur.
Dat gaat allemaal via de blockchain. Een heel nieuw manier van vervoer en ontwikkeling. En wat er is ook al, ze hebben een eigen opleidingscentrum. En studenten van universiteiten schrijven zich nu overal al in en maken verslagen over de stringtechnologie. En er zijn ook al studenten die afgestudeerd zijn. En dan kunnen ze bij Mininski Stringtechnologie in als werk gaan beginnen, als werknemer. Op dit moment, kun je zien hier met deze foto's, zie je ook heel dikwijls dat de natuur best grote krachten heeft. Via wind of via zee, tsunamis, gaat er veel kapot gemaakt worden. En dat is gewoon heel lastig. Maar met deze technologie, die zijn tegen tsunamis bestand, ook tegen harde windsnelheden, orkaankracht. Dus dat is allemaal veel beter. Wij gaan op het tweede niveau een beter milieu brengen, maar ook een beter stuk vervoer waar minder ongelukken kunnen gebeuren. En dan zul je zeggen, ja, maar op het tweede niveau, dat bestaat al. Nou, dat klopt. Er zijn al ontwerpen geweest. Maar dat is allemaal op benzine, op diesel, maar niet zoals hier op eigen ontwikkelde energie. Dus geen energie meer van fossiele grondstoffen, maar gewoon de eigen ontwikkelde energie. En hier zie je links een tram die onder de weg hangt. En rechts zie je een China, wat daar ook nog iets ontwikkeld is met wielen boven aan een tram. Maar dat is allemaal anders. Later hier in het presentatie zult u zien dat wij een andere manier van rijden hebben en ontwikkelen van het systeem van de energie. En in de bergen zeggen mensen, ja, maar daar is het al. Daar zie je het ook. Ja, dat klopt, daar is het ook. Maar dat zijn kabelbanen. En kabelbanen maken ook niet hun eigen energie. Die hebben geen motor. En onze modellen hebben wel een motor. Met de kabelbaan worden ze via een kabel vooruit getrokken en niet op eigen kracht dat ze verder gaan. Het transport waar we nu over hebben is dus met een eigen motor en een eigen spoorstructuur. En zo creëren we een aparte manier van transport en infrastructuur, wat eigenlijk qua potentieel niet onderdoet voor industrieën, zoals luchtvaart, het spoorweg of het wegvervoer. Dit kan ook veel en veel goedkoper. Allereerst al het aanleggen van een weg. Als je hier zo kijkt, dan zie je als je een weg wilt aanleggen, dan moet dat eigenlijk heel recht zijn. En wordt het aardoppervlak, de bergen worden dan afgegraven, maar de rivieren moeten gedempt worden. Dus die gaan, de berg wordt recht en de rivier wordt dichtgegooid. Daardoor zullen veel dieren geen ruimte meer hebben om te leven, want hun levensplaats is weg. Dan moet er ook nog een 2 meter brede meerlaagse fundering aangelegd worden. En dat is dan voor één lijn van het spoor. Maar om een heen en weer spoorlijn te maken, is het 2 maal nodig. En dan kan daar dus rails overheen gelegd worden en daar kan een trein overheen gaan rijden. En wat doet Skyway? Skyway die bouwt palen. Die laat de berg de berg en de rivier de rivier. En die doet via palen, doet je een kabel trekken. Zoals rechts het plaatje een koordloper, die loopt ook op zo'n kabel. Op zo'n kabel, daar kan ook een wagon aan hangen en die kan mensen vervoeren. En hoe gaat het dan? Dan zie je hier die palen in de grond. En die kunnen zelfs, hoeft niet dik, kunnen zelfs dunner. En daar trek je dus die kabel overheen. En die kabel die kan dan strak getrokken worden en uit de eindeinde bevestigd worden. En dat is eigenlijk een soort hetzelfde idee als bij een gitaar. Een gitaar kun je ook de snaren spannen. En hier spannen ze ook de snaar op zo'nzelfde manier. Een beetje grover natuurlijk, maar op zo'nzelfde manier. En dan kunnen ze dus de steunpilaren die ertussen zitten ook nog verwijderen. Dat wil zeggen, met de bouw hoeft men maar voor en achter een berg of een rivierbedding op een aantal meters afstand, honderden meters afstand kan dat, kunnen ze een pilaar neerzetten. Ze trekken daar een kabel erin. En hier ziet u dat ze een harde omhulsel eromheen doen,
Want er zijn meerdere manieren. We hebben een kabel die je eroverheen kunt trekken, maar je kunt ook met een hard omhulsel doen. En dan kan er zwaarder vervoer overheen. Dan is het dus niet meer gebogen, maar stijf en recht. En dan kan er een zware wagon overheen. En zo ziet zo'n spoorstructuur eruit als ze er een zwaar omhulsel omheen doen. Dan zie je dus dat er bovenin eerst een harde laag is van een of ander materiaal. En erin zitten dus de snaren. En daaronder zit weer een bepaald materiaal wat beweegbaar is, wat tegen vorst kan, maar ook tegen hitte, dat meebuigt en niet gaat breken zoals bij beton. En die spoorstructuur, daar gaat dus dan de wielen van een wagon overheen. En aan de zijkant, in die oranje vakjes, daar zie je dus ook dat daar de wagon in de rails geklemd blijft. Hij kan dus niet ontsporen. Dat is wel zo veilig. Maar om de belasting ook nog minder te maken, hoeft er niet per se een grote lange trein overheen. Duurt ook heel lang voordat die vol is. Maar men maakt kleinere, kortere wagons die sneller achter elkaar kunnen gaan rijden. Dan is ook de belasting nog eens veel minder. En dan kunnen mensen eerder weer instappen en doorrijden, volgende wagon instappen en doorrijden. Dus op die manier kan men of een hele lange trein die van A naar B gaat maken, of korte wagons voor kortere afstanden. En het mooie is ook dat ze dus een station kunnen maken in een bestaand gebouw. Dan hoeven ze daar maar een stuk van een bepaalde hoogte vrij te maken. Ze zetten voor en na zo'n flat een pilaar en ze trekken de snaar er doorheen en dan kan een wagon stoppen in de flat. Mensen kunnen in en uitstappen en hij kan weer doorreizen. De fundering wordt dus totaal niet belast van zo'n gebouw. En ook in bergen kan men bouwen, want dan hoeft men ook geen weg aan te leggen waar zware machines overheen moeten, maar dan zijn er vliegende drones. En met vliegende drones kunnen ze vanuit de lucht bouwen. Dus dat is wel heel goed voor het milieu. Dieren worden niet weggejagen door de zware machines die er doorheen gaan. En het is veel en veel milieuvriendelijker en diervriendelijker. Hier zie je een aantal basissen van spoorstructuren die er zijn. En dan heb je dus bovenin de dubbele laags met twee spoorstructuren. In het midden zie je ook nog boven elkaar de dubbellaag. Ze kan boven overheen een wagon en eronder aanhangen. En de alleronderste is een mini. Dat is voor de doorgebogen structuur. En hier zie je de allerbovenste, dat plaatje. Dan zie je dus het ijzeren omhulsel om de beton en om de snaren heen. En als je dan kijkt, de doorgebogen snaar, die is nog smaller als bij een bril. Dus die afmetingen, die zijn echt heel, heel klein. Maar er is nog meer. Want de weerstand voor het energieverbruik, de aerodynamische weerstand, die kunnen ze veel meer verbeteren. Bij een auto wordt eigenlijk een auto wat afgeremd, doordat die achter de auto die luchtcirkeling krijgt. En bij de high-speed unibus van ons, die heeft voor en achter een punt. En dat wil ook zeggen, omdat die op het tweede niveau is, dat de wind er onder en boven erheen kan. Dus er is geen lucht- of windcirkeling. Dat wil zeggen dat de snelheid veel hoger kan worden. Die wervelingen achter de auto, die houden een auto tegen. En dat is op het tweede niveau niet aan de orde. Moet wel naar de volgende komen. Even wachten. Hij kan iets niet vinden. Dat is helemaal mooi. Dan ga ik even kijken waar ik dan ben. Ik heb hem weer. Dit is de High Speed Unibus. Deze is te bezichtigen geweest op de Innotrans in Berlijn. En in 2019 heb ik hem ook gezien op het Ecopark in Minsk. En dat is meestal een jaarlijks terugkerend leuke dag. Alleen dat is vorig jaar in 2020 door omstandigheden met het virus niet doorgegaan. Ik hoop dat er dit jaar wel weer een mogelijkheid is, maar dat is nog even afwachten.
En daar zagen wij dus deze high-speed unibus. Die reed daar op en neer. Er waren ook andere wagons en iedereen die op het park was, die mocht dus in zo'n wagon meerijden. Heel geweldig om dat te doen. En dan zie je hiernaast eigenlijk de kenmerken van die voertuigen en de berekening van het energieverbruik per gewicht en per vloeibare brandstof in feite. En dan zie je dat de wagon, de High Speed Unibus, die heeft maar 0,065 energie nodig voor een snelheid van 500 kilometer over een afstand van 100 kilometer. Maar de wagon van 14 personen, de Unicar, die kan 14 personen meenemen en die heeft maar 0,12 nodig voor een afstand van 100 kilometer en een snelheid van 100 kilometer. Dus dat is veel en veel minder als de wagons die er op dit moment zijn en de andere vervoer wat er op dit moment is. Daar heb ik straks nog een stukje berekening van. Maar alvorens dus de markt te moeten betreden met al dit soort wagons, wil men wel ook een stukje zekerheid hebben dat het goed is voor het milieu, dat het ook veilig is en heel veel andere dingen meer. En daarvoor moet dus elk voertuig aan veel tests onderworpen worden. En daarvoor krijgen ze dan certificaten. En deze documenten die bevestigen eigenlijk dat ze al verschillende certificaten hebben gekregen. Ook patenten natuurlijk en onderscheidingen. Dit is maar 1/10 van het aantal wat er is. Ik laat er maar een paar zien. En dan zie je dat ze in 2019, staat die pijl bij, werd Skyway een van de experts in het VN-programma voor duurzame ontwikkeling. Hoe goed is dat als je als expert uitgenodigd wordt om je verhaal te vertellen? Maar ook voor de Europese Unie, daar hebben ze in 2018, in Brussel ook een handtekening gekregen voor het certificaat, omdat ze dus lid waren geworden van de internationale organisatie van Association of Public Transport, de UITP. Dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven en ook onderzoekorganisaties. Meer dan 96 landen zijn daarin vertegenwoordigd. Wat wil je nog meer? Heel veel mensen zeggen ook van dat ze niet weten hoe het werkt en dat het ingewikkeld is. Techneuten zeggen, ja, maar hoe werkt dat dan? Nou, dat is heel makkelijk. Op de site van Skyway kun je dus alles vinden op janinski.engineer. Daar kun je dus alle berekeningen en alles vinden. Dus mensen die technisch wat beter onderlegd zijn, die kunnen hier hun hart ophalen. Maar mensen die niet zo technisch zijn, maar wel heel graag dingen willen weten, die kunnen naar de RSW-site, rsw-system.com. En daar zie je alle informatie die in het verleden allemaal gegeven heeft en de ontwikkelingen, hoe het verder gegaan is, kun je allemaal lezen van begin tot nu, hoe dat het allemaal verder verloopt. Dus er is heel veel nieuws wat je kunt vinden. En als we dan kijken welke modellen dat ontwikkeld zijn, ze wilden deze modellen ontwikkelen, die hier staan in zwart-wit. En linksboven het plaatje, dat is al een echte foto. En dat is een foto die ik gemaakt heb in het park, toen ik daar op bezoek was. Het zijn echte foto's, het is geen kartonnen ding of zo, of een computertekening. Dit is echt, en hier kunnen mensen in zitten, en hier kunnen mensen in meereizen. Hoe mooi is dat? En dat is dus de Uniwind, de bovenste. Daaronder zie je de Unibike. U4-621, daaronder de Unicar U4-430 en daaronder de Unicar U4-430T3. En de T wil blijkbaar zeggen voor het warme klimaat, dus hitteklimaat, is speciaal ontwikkeld. En dan rechtsboven heb je nog een Unibus en daaronder heb je de dubbele Unibus. Ze zijn allemaal ontwikkelde voertuigen en ook bij de Unibus, die twee, kunnen dus ook nog tussenstukken tussen en dan kan men vergroten tot zelfs 250 passagiers aan toe. Dus wat wil je nog meer? Het zijn allemaal echt ontwikkelde modellen die er echt zijn, die allemaal getest zijn. Eerst natuurlijk op heel langzame snelheid, dat men nog meeliep met een laptop om te kijken hoe alles werkte en daarna sneller en sneller. En op het park in Minsk hebben ze alles kunnen testen en nu wordt ook in het warme klimaat in de Verenigde Arabische Emiraten worden al deze modellen aan test onderworpen. En dan nog de High Speed Unibus. Die hebben we dus gezien in Berlijn op de beurs, maar die is ook getest in Minsk en die wordt in Marina Gorka, moet ik eigenlijk zeggen, want daar staat het park. En nu wordt die
ook in de Verenigde Arabische Emiraten getest voor het warme weer. Maar dat is niet alles, want we hebben natuurlijk ook nog de containervervoer voor de industrie. Dat wordt, doordat we eigenlijk met de pandemie zaten, heeft het bedrijf ook vertragingen opgelopen, dat mensen niet overal konden werken. Mensen gingen naar huis, naar eigen landen en was er minder mensen om te bouwen. Wat heeft men in die tussentijd gedaan? Men heeft niet stilgezeten. Men is versneld gaan ontwikkelen voor het containervervoer. Ze was eerst niet de bedoeling, maar nu is dat ook erbij gekomen. Vandaar dat ook fase 14 en 15 wat langer zullen duren, omdat dit erbij komt. Dat is gewoon voor ons heel mooi voor straks in de toekomst. Nu duurt het misschien wat langer dat mensen zeggen, potverdorie, het duurt zo lang. Maar ben blij, want door deze ontwikkeling gaat het straks nog sneller met de verkoop en onze winsten die we gaan maken. Hoe mooi is dat? Dan zie je dus rechtsboven de Unicont, het echte plaatje weer, de echte foto die gemaakt is van de test in Verenigde Arabische Emiraten. Maar er zijn er nog meer. Hier heb je nog de Unitruck. Die staat ook in Minsk, in de Marina Gorka. Kun je dat zien? En dan is er ook in Marina Gorka nog de transportmodi voor het vrachtvervoeren van de lopende band, om het zo maar te zeggen, een beetje te verduidelijken. En wat zag ik daar nog meer toen ik in Minsk was, toen daar om te kijken in het park, heb ik deze foto gemaakt. Wat het is, weet ik nog niet. Deze machine ging ook op en neer. En ja, we hebben nog niet gehoord wat het is, dus dat is iets wat we in de toekomst nog te horen gaan krijgen. Ik ben benieuwd, even afwachten, maar daar zit dus nog waarschijnlijk wel nieuws aan te komen. Maar om even terug te komen op het milieu van containervervoer. Als je dan kijkt naar de bouwkosten. Als je ons skywayvervoer gaat kijken, als je het linker plaatje met die dingen hebt, dan zie je eigenlijk dat Skyway een heel klein stukje bouwkosten nodig heeft. Maar voor de trein of voor de vrachtauto, die hebben al meer bouwkosten nodig. En als je dan daarnaast kijkt voor milieuvervuiling, dan zie je dat het Skyway-vervoer heel weinig milieuvervuiling heeft. Een beetje voor de bouw. Maar als je dan kijkt naar de trein of de vrachtauto, dan zie je hoe milieuvervuilend de vrachtauto is. Dan heb ik hier rechts mooie plaatjes, maar als je dan naar het volgende plaatje gaat, dan zie je eigenlijk hoe het eruit ziet als Skyway dadelijk komt. Dan zie je veel minder vervuiling als dat je ziet hoe het nu is. Een heel groot verschil. En dit is een foto die gemaakt is in het park in Minsk. En dan zie je eigenlijk dat die snaarconstructies, die hebben geen lastverbindingen. Dus als je daarin zit, dan hoor je niet dat gedeng-gedeng, dat liedje van Guus Meeuwis, weet je wel. Dat hoor je hier niet. Dat hebben ze helemaal weg kunnen doen. En ik heb straks ook nog wat foto's waar je kunt zien dat ze nog meer aan verbeterd hebben, zodat nog dat beetje wat je hoorde ook nog weg is. Maar de belangrijkste taak is eigenlijk van het transport op het tweede niveau het garanderen van veiligheid voor passagiers. En omdat er machinisten ontbreken en ze een automatisch besturingssysteem hebben, wordt ook de menselijke factor in feite uitgesloten. Er kunnen geen menselijke fouten gemaakt worden. En als er op een gegeven moment een wagon uitvalt, zullen mensen denken, wat gaat er dan gebeuren? Want als er eentje uitvalt en die valt stil, hoe moeten mensen er dan uit als ze boven in de lucht hangen? Daar is ook aan gedacht. Want dan kan een volgende wagon komen en elke wagon heeft voor en achter een aankoppelsysteem. Die koppelt hem aan en die kan hem vooruit duwen of verder terugtrekken om dan naar het volgende station te gaan om hem daar neer te zetten. En dan kunnen mensen kijken wat eraan verholpen kan worden. Het is toch een heel mooi systeem zo. En dit is eigenlijk het Skyway transportsysteem van de High Speed Unibus zoals wij hem toen in Marina Gorka hebben gezien. Dit is de High Speed Unibus bovenin en onderin zie je dus de Unicar. Ze zijn allebei heel licht in gewicht, snel, zuinig, maar vooral milieuvriendelijk. Dat is heel erg belangrijk. En er zijn op dit moment voor Uninsky String Technologies twee prioriteitsrichtingen. Eén is de bouw van de Unibus voor personenvervoer met 25 zitplaatsen.
als je dan kijkt rechts bij dat plaatje, dan zie je dus dat middenstuk tussen de twee wagons die ik daarnet liet zien, waar de twee aan elkaar waren. Hier kunnen ze met tussenstukken kunnen ze dus langer maken. Maar ook de Unicont, het transport voor de industrie, dat is de tweede prioriteitsrichting. En dat is eigenlijk, die wordt steeds belangrijker. Die zal eerder ontwikkeld worden nog, of versneld ontwikkeld worden, omdat daar heel veel vraag naar is. Dus dat is heel mooi. Als je dan het middelste plaatje kijkt, dan zie je dat zelfs de containers kunnen hangen. En die pontons in feite, waar ze tussen geklemd worden, daar wordt nu onderzoek naar gedaan en verder ontwikkeld om dat straks goed te kunnen laten functioneren. En rechts zag je dus een ingenieur die daar aan het werk was. Dan het geluid. Er zijn verschillende geluiden. En het belangrijkste geluid zit eigenlijk in de paar railwielen. En ook nog geluid in de motorruimte. En dan nog het aerodynamische geluid. En het wordt dus allemaal geabsorbeerd. Het moet geabsorbeerd worden. Dat is nodig omdat met hoge snelheden en zware transporten, dan hoor je meer geluid als dat er maar een lichte unicar overheen gaat. En het laagfrequente geluid, dat komt van die spoorwielen. En het chassisbureau, houdt zich er nu mee bezig om trillingsisolatoren toe te passen. En dat zie je het onderste plaatje. Dan zie je dus dat daar die gele streepjes, dat is eigenlijk om het geluid nog beter te absorberen. Hier een betere foto van. Dan zie je het beter. Dan zie je dus dat geluid er wordt geabsorbeerd. Maar ook, is moeilijker te zien, in dat cirkeltje zitten ook schroeven. Ze hebben blijkbaar door de schroeven op een bepaalde manier neer te zetten, ook daarmee nog geluid beter kunnen absorberen. Als je dan hier kijkt, dan zie je dus een weg. En daarboven zie je het systeem, hoe dat Skyway dadelijk gaat bouwen. En dit is een foto, onder andere gemaakt door Euro, die volgende week de presentatie zal doen. Hij gaat overal in Nederland naar plaatsen toe. En dan gaat hij een foto maken van de omgeving. En dan plaatst hij daar dit systeem in. Dan kan hij mensen laten zien, kijk, zo is de weg nu. Maar straks gaat het er zo uitzien. Hoe milieuvriendelijk is dat? De weg kan veel smaller gemaakt worden. Hij hoeft niet meer zo breed. En het vervoer gaat er boven overheen. Dat wil dus zeggen dat men geen last meer heeft van al die vrachtauto's. En ook geen dode hoeken meer waar eventueel fietsers onder de wielen kunnen komen. Dat is heel mooi. Maar ook is er minder grondwerving nodig. Want kijk eens, die palen, die hebben veel minder grond nodig. Die baan die er overheen gaat, daar heb je helemaal geen materiaal voor nodig om zoals met de weg aanleggen. Dus het is veel milieuvriendelijker. Fossiele grondstoffen hoeven niet gebruikt te worden. De grond hoeft niet kapot gemaakt te worden voor de structuur. Daar kan planten kunnen groeien en er kunnen dieren weer van leven. Oh ja, en het belangrijkste, trekroutes voor dieren die worden niet geblokkeerd. Want de vruchtbare grondlaag wordt niet vernietigd, de planten kunnen blijven groeien. Maar als je goed kijkt, zie je daar op die weg twee kangoeroes staan. En die kangoeroes, die hadden daar niet kunnen staan als over deze weg vrachtauto's heen hadden willen rijden. Want je ziet dus daarboven, zie je van die wagons en die vervoeren een bepaald materiaal van A naar B, van een mijn bijvoorbeeld naar een fabrieksterrein, om verwerkt te worden. Normaal wordt dat in vrachtauto's gedaan en die moeten allemaal over de weg heen. En hier kan dat gewoon in een wagon, gaat over de weg heen. De dieren, het milieu heeft er geen last van, het gaat door de lucht. Het geeft geen uitstoot, geen milieuvervuiling en dieren kunnen blijven leven. Dus dit is een win-win situatie voor iedereen. En toen wij in Berlijn naar de Inotram zijn geweest, stond daar dus zo'n wagon. Die hebben wij daar voor de eerste keer in het echt kunnen zien. Het was gewoon heel mooi. En als je dan keek, de stand van ons, van Skyway, die was superdruk. En daartegenover zie je een stand, het linkse plaatje onder. Daar zie je dus drie mannen staan in de stand. En die staan allemaal te kijken naar de stand van Skyway. Want ze stonden er tegenover. En rechtse plaatje is de stand van Skyway. Dat is een plaatje waar het minder druk was, maar meestal was het veel drukker. Maar nu zie je nog op de achtergrond daar de high-speed unibus staan.
En die mensen stonden te kijken, die begrepen er niks van dat het in de stand daar zo druk was. En bij hun was niemand. Dus ze hadden tijd genoeg om daar te kijken. Hebben ze misschien nog iets van kunnen leren. Maar die begrepen er niks van hoe dat kon, dat bij hun niemand was. En de stand van Skyway was gewoon de hele week door dat daar die beurs was, was helemaal druk. Dus die medewerkers die begrepen er niks van. Misschien tot de dag van vandaag nog niet. Er stonden ook in die stand de motorwielen. Dan zie je op de achtergrond zie je nog een punt van de high speed in die bus. En hier zie je de motorwielen. Als je dan met die hand ziet van die man, dan zie je hoe klein dat ze eigenlijk zijn. Dus daar konden wij de motorwielen bekijken. En daar zagen we ook de andere snaarlijnen die er stonden. En als je dan hier kijkt, dan zie je het kantoor van Skyway. Ze hebben inmiddels een klein kantoor verlaten. En ze zijn hier naar een groter kantoor gegaan. Het hele kantoorgebouw is nu bezet door Skyway. Geen andere bedrijven of zo. Alleen het personeel van Skyway. Dat is veel fijner voor alle geheime dingen die ze daar nog aan het verwerken zijn. Dat er nooit iemand anders binnen kan komen om iets te zien of iets technische dingen weg te halen. Dus ze hebben sinds 2019 hadden ze 100.000 hooggekwalificeerde specialisten in dienst. En de totale oppervlakte van het kantoor wat ze nu hebben is 10.000 vierkante meter. Dus gigantisch groot. Dan heb je hier ook nog de fabriekshallen. 11 complexe voertuigen zijn daar al ontworpen. Voor vrachtvervoer, passagiers, stad, intercity, snelheid, hoge snelheid, hangend en gemonteerde voertuigen. Ze hebben een capaciteit van 2 tot 250 passagiers en een laadvermogen van 2 tot 35 ton. Hierboven zie je de eerste productiehal. Er is inmiddels een tweede productiehal bijgekomen. En rechtsboven zie je een plaatje van in de productiehal. En dit alles wat je hier dus ziet, is allemaal gekomen door het geld wat wij via crowdfunding gegeven hebben, hebben ze hier kunnen bouwen. Er is geen één bank. Ik krijg telefoon, dat is niet de bedoeling. Dit hebben ze kunnen bouwen. Dit zijn dus, even kijken, 4 modellen zijn hier ontwikkeld. En waaronder ook de tropische versie. En rechtsboven zie je een plaatje van de nieuwe fabriekshal die daar in aanbouw is. Dan zie je erachter eigenlijk in de sneeuw, zie je de linker fabriekshal. En daarvoor dat ze beginnen met bouwen van de nieuwe fabriekshal. Dat is nu al lang klaar, dit is een foto van vorig jaar. En niet ver van Minsk ligt dus het Ecotechnopark. En dit is het eerste plaatje van het begin van de bouw. Deze foto is gemaakt in 2015. En als je dan nu kijkt, dan zie je, even nog eentje verder, dan zie je hoe het er nu uitziet. In 2015 zijn ze gaan bouwen, zoals je eigenlijk linksboven ziet in 2016 hoe het gemaakt moest worden. En als je dan hier rechts ziet, dan zie je dat er al veel meer gebouwd is. Ze zijn dus, hebben veel meer gebouwd als dat ze in eerste instantie in 2014 bedacht hadden. Het is alleen maar gunstig voor ons. Maar daardoor duurt het wel allemaal iets langer als dat iedereen denkt. Maar dat is niet erg. Hier zie je een aantal foto's. Dit zijn echte foto's. Linksonder dus iets van voor de industrie. Waar je zand of iets in kunt doen in het bovenste kabeltje. Onderin kunnen ze het openmaken, kan het eruit gooien. Helemaal bovenin zie je dus de eenpersoonswagon. En rechts kijk je dus tegen de onderkant aan van de High Speed Unibus. En daaronder hangt dus de Unicar. Hier zie je nog een keer de foto in het echt, hoe dat we hem in Minsk gefotografeerd hebben. En dan zien we hier, want in de Verenigde Arabische Emiraten, daar zijn ze dus ook aan het bouwen nu. En er is de bouw van het Skyway Innovation Centrum gestart. En daar hebben ze het Ecohuis al gebouwd, dat zie je hier rechtsonder. Het Ecohuis is nu klaar en er zijn al een aantal lijnen klaar. Dan moet ik even naar mijn volgende presentatie gaan, ik moest hem in tweeën zetten. Kom op. Ja. Hij was te groot anders, ik had er te veel in staan, dus ik moest hem even in twee delen doen. Dan gaan we weer verder. Dus even de volgende foto. Dit zijn dus foto's die daar ook echt gemaakt zijn.
het ecohuis is gebouwd, maar ook lijnen zijn hier gebouwd. In 2019 is er begonnen met de lijnbouwen. En dat is nu allemaal klaar en daar wordt al 1,5 jaar getest. En daar is nu ook de container naartoe. Als je hier kijkt, zie je het op afstand. Dit is een helemaal achterin zie je dus het station. Dan na 100 meter is daar een standaard gebouwd. Dan zit er 200 meter tussen. En dan weer 100 meter naar de andere kant. En hier zijn ze al 1,5 jaar bezig om alles te testen. En daar gaat nu dus ook alle andere tropische versies worden daar getest. En voor de toekomst voldoen wij dus aan de alle mobiliteitsbehoeftes van Dubai. De rails zelf zijn gegarandeerd voor een duurzaamheid van 100 jaar. Dus er is niet veel onderhoud nodig. En doordat die omcirkeld is met een stuk speciaal materiaal, voorkomt het corroserie door de 8 voorgespannen draden te omhullen in een polymeeroplossing. En dat is dus ter bescherming voor de zware omstandigheden in echt heel koud gebied of heel warm gebied. En dit systeem vereist dus minder land, minder infrastructuur en het verbruikt bijna 5 keer minder energie dan andere elektrische voertuigen. Is natuurlijk ook omdat ze het zelf kunnen opwekken. En het is ook in lijn met de strategie van de Smart City in Dubai, waar de Verenigde Arabische overheid zich nu heel erg voor aan het inspannen is om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En we hebben samenwerking met partners. De samenwerking met partners, vooral van mensen uit bedrijven uit bedrijven uit België, Bekaert. Mensen uit België kennen dit wel. Die levert daar dus de bekabeling, de kabels allemaal. En die worden dus geleverd voor het 2,5 kilometer lange spoorstructuur in aanbouw in het testcentrum in Sharjah. En ze hebben ook samenwerking met een ander bedrijf. Die gaat vooral over de noodverlichting en andere verlichting. En die voldoet aan alle Europese eisen van transportregelgeving. En daar werkt Skyway heel erg goed mee samen. Om gewoon aan alle belangrijke strenge eisen van welk land ter wereld ook te voldoen. En zo levert Footprint ook een gewalst staal. En dat gewalste staal, dat is het starre ijzeren omhulsel waar ik het steeds over had. Ik wist de naam toen niet van het bedrijf. Maar het is een Oostenrijks bedrijf en die levert dus hoogwaardige hard gewalst staal voor de productie van deze strings. En dat bedrijf heeft 500 kantoren in 50 landen. Heeft 52.000 mensen in dienst. En in het boekjaar van 2018-2019 hebben ze een omzet gedraaid van 13,6 miljard. En ze hebben een bedrijfsresultaat van bijna 1,5 miljard. Het zijn gigantisch grote bedrijven en die willen allemaal heel, heel graag samenwerken met Uninsky String Technologies. En Footprint is marktrijder in onder andere railsystemen en ze werken ook samen met Audi, BMW, Jaguar en Volvo. Ze zetten zich ook wereldwijd in om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. En ze werken aan ontwikkeling van technologieën waarmee het CO2-systeem, de uitstoot, op lange termijn verminderd kan worden. En in oktober 2019 werd in het Skyway testcentrum bezocht en daar hebben ze dus de stringviaducten kunnen beoordelen en kunnen kijken wat daar eigenlijk allemaal gebouwd was en wat daar allemaal gedaan wordt. En elk bedrijf wil dat natuurlijk, voordat ze samen gaan werken met een bedrijf, willen ze zien wat het precies is. En ze waren echt onder de indruk van wat eigenlijk daar allemaal gebouwd was. Wij denken maar een testparkje, maar het is veel en veel meer. Het houdt veel meer in, want zo gauw als deze wagons op de weg komen, dan mag er niks meer fout zijn. En alles wordt daar verder uitgezocht, ontwikkeld en perfect in orde gemaakt, dat elke wagon die op de weg komt straks hoogwaardig afgeleverd kan worden. En waarom investeren mensen in Skyway? Waarom ondersteunen mensen Skyway? Waarom geven mensen via crowdfunding geld om dit te ontwikkelen? En dat is vooral om de schadelijke emissie, de uitstoot in de atmosfeer, te kunnen verminderen. En voor een aanleg van 1 kilometer van een snarroute is minder dan 100 vierkante meter land nodig. Als je het vergelijkt is dat eigenlijk een beetje de oppervlakte van een bospad. En de locatie van transport boven de grond kan de sterfte van dieren door botsingen aanzienlijk verminderen. En ook de aanleg van
zal de natuurlijke landschap niet veranderen en zal de bossen die zuurstof houden produceren kunnen behouden. Wat zijn de voordelen? De bedrijfskosten bedragen minder dan de helft van het conventionele spoorvervoer. Elektrische voertuigen verbruiken veel minder energie dan auto's. Het is ook aanzienlijk goedkoper om te bouwen en te exploiteren dan de Hyperloop of een monorail. En het is een energiebesparende oplossing met elektromotors die deels op zonne- en windenergie kunnen worden aangedreven. En er zijn nog meer voordelen. Het is 3 tot 5 keer lager met kosten dan de meeste betaalbare conventionele vervoerssystemen voor wegen, spoorwegen en kabelbanen. Er zijn unieke elektropods van Unicont die het mogelijk maken om standaard ISO-containers te vervoeren met snelheden tot 120 km per uur. En dan dat voor een prijs van maar 1 cent per kilometer en per ton vervoer. Er zijn geen dure terminals nodig. Laad- en lostijden kunnen aanzienlijk worden verkort. En de belangrijkste logistieke problemen kunnen opgelost worden. Dit zijn wat foto's van de bouw in Sharjah, in de Verenigde Arabische Emiraten. Hier zie je een aantal bogen die ze al geplaatst hebben. Er zitten nog geen snaren tussen. Ze doen eerst alle bogen plaatsen en als laatste worden de snaren ertussen getrokken. En links zie je de aanbouw van het station. Dus hier wordt nog volop gewerkt. Hier geeft een man aan die daar werkt, via een filmpje heb ik dit een print screen van gemaakt, waar de vierde lijn komt. En dat is de lijn, zoals hij vertelt, voor de high-speed unibus die daar gebouwd moet gaan worden. U ziet, er staan nog geen palen, maar dat gaat dus binnenkort gebeuren. Hij wijst dus aan van die kant naar deze kant gaat het komen, wordt daar gebouwd. En hier zie je de testen van de staal op staal wrijving. En dat daardoor het verbruik van energie minder is dan van auto's. Het is dus een energiebesparende oplossing met elektromotors die deels op zonne- en windenergie aangedreven kunnen worden. En de rail zelf heeft dus een gegarandeerde duurzaamheid van 100 jaar en voorkomt de carrosserie van de voorgespannen draden die daarin zitten. Dat is ter bescherming. Hier zie je het even dichtbij. Dan zie je een wiel aankomen, die heeft best een breedte. Hij kan er ook niet zo gauw van afschuiven en hij wordt door andere wielen nog in de spoorrails gehouden. Hij kan er niet uit. Dit is die aanbouw, even een betere foto. En dat is de aanbouw van het station. En hier komen dus de eerste ankersteunen voor de zware baan van 2,5 kilometer. En de tussensteunen, die hebben een spanwijdte van 288 meter. Die zijn al geïnstalleerd voor de zware baan. Dus 288 meter, om de 288 meter hoeft daar maar een pilaar neergezet te worden. Sinds 2014 ontwerpt, bouwt en certificeert het bedrijf elektrische overheidstransportsystemen op basis van gepatenteerde technologie. En onlangs konden ze de overgang aan van de ontwerp, test- en certificeringsfase naar serieproductie en open commerciële verkoop op de internationale markt. De belangrijkste zakelijke voordeel is de lage marktkosten van de verhoogde wegen. En beginnend bij 1 miljoen kilometer per uur tot ongeveer 5 miljoen kilometer per uur. En dat is 3 tot 5 keer lager dan de kosten die men nu voor wegen, spoorwegen of kabelbanen moet betalen. En door het gebruik van de elektrische stroom, het onbemand rijden en energiebesparende ingebouwde apparatuur van deze bijna geruisloze elektropods, is er een vervoermiddel dat bijna geen impact op het milieu zal hebben. En door de speciale ontworpen PTS-technologie vallen de vrachttransportsystemen op door een vergelijkbare concurrerende bouwkosten. Zo bieden de oplossingen van Uninsky stringtechnologie de laagste bezorgkosten op de markt. Deze zijn 20% lager dan de meest betaalbare aanbiedingen voor zeevervoer, terwijl per spoor 2 keer en over de weg 3 keer duurder is. Dit zijn zoveel positieve berekeningen. Dit gaat straks groot worden. De belangrijkste uitdaging voor de huidige
hoge snelheidstransportsystemen zijn inderdaad de kosten. In Europa bedragen de gemiddelde kosten van de aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer 30 miljoen per kilometer. En jaarlijks onderhoud kost 100.000 per kilometer. De Hyperloop wordt nu geschat op zeker 50 miljoen, maar je weet in een conceptfase, het wordt altijd duurder. Men probeert het altijd zo goedkoop mogelijk te vertellen in het begin. En als je dan kijkt naar de Uninsky-stringtechnologie, dan zie je snelle bovengrondse wegen en die kostprijs van 5 miljoen per kilometer. En super weinig onderhoudskosten. Ze gaan de hele industrie fundamenteel veranderen, geloof dan maar. Laten we het samenvatten. Het bovengrondse transport van Skyway is innovatief, snel, veilig, economisch, eenvoudig te integreren en milieuvriendelijk. Wil je er meer van weten? Ga naar de site van rsw-systems.com en dan kun je nog alles nog eens goed nalezen. Dan zie je alles. Als je dan vraagt van, kan ik dit bedrijf nu ondersteunen? Ik vind het zo'n geweldig idee. Ik wil ook iets voor het milieu doen. Men kan het bedrijf nu ondersteunen. Waarschijnlijk heeft iemand je verteld dat je hier kunt komen luisteren. Vraag het aan die persoon die zelf wil weten. We zijn nu in de voorlaatste fase en via crowdfunding kunnen mensen deze ontwikkeling tot fase 15 ondersteunen. En ik heb vandaag gehoord dat er binnenkort gaan we naar de volgende fase. Dus het is nu nog even aantrekkelijk om op deze manier snel iets te ondersteunen. En iedereen die een investering doet via dit crowdfunding systeem is een klein stukje mede-eigenaar van deze technologie. Hoe mooi is dat, dat je dat kunt vertellen? En dit zijn twee mensen die hebben er heel veel voor over om dit te doen. Die zijn op dit moment in Vietnam. En die zitten daar 4 weken in quarantaine. Die moeten daar met mensen gaan praten om handtekeningen te zetten, zodat ze daar gaan zeggen van nou, wij gaan hiermee meedoen. Wij gaan dit transport bij ons laten bouwen. En zij gaan de laatste handtekening daar zetten. Maar om dat te kunnen doen, je moet er fysiek aanwezig zijn, zijn ze daar een paar weken terug naartoe gegaan. Ze zitten al die tijd al in een hotel, tot zaterdag nog, heb ik begrepen. Zaterdag, dan mogen ze losgelaten worden. En dan kunnen ze met mensen gaan praten. Dus die moeten er heel veel voor over hebben om dit voor ons te doen. Ga maar 4 weken alleen maar in een hotelkamertje zitten. Je maakt het niet uit. Hoe erg is dat? En dan zie je rechts zie je de foto's van een containervervoer, wat dus nu op dit moment getest wordt in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit zijn een aantal officiële websites. Je kunt je eigen persoonlijke kantoor hebben. Als je een ondersteuning hebt gedaan, dan krijgt ieder zijn eigen persoonlijke pagina om alles te kunnen bekijken. Maar er zijn Facebookpagina's en andere pagina's allemaal. De officiële website, zoals je daarnet al gezien hebt, kunt overal gaan kijken. Er is heel veel nieuws te vinden. En wilt u iets meer weten en kent u niemand, bent u hier toevallig zomaar komen luisteren, dan mag u ons altijd bellen. Maar heeft u problemen of zijn er dingen die u niet begrijpt of wat dan ook. Wij, Earl en ik, staan ook altijd, zijn we bereid en willen u altijd te woord staan. Dus neem onze telefoonnummers over en wij zijn er voor u. En dan dank ik u hierbij voor uw interesse. Als er vragen zijn, dan kunt u naar ons toe. Ik zal de vorige slide weer even neerzetten. En dan wil ik u allemaal hartelijk bedanken dat u hier geluisterd heeft. En dan hoop ik volgende week kunnen we waarschijnlijk iets meer nieuws vertellen. Gaan we eerst deze week nog uitwerken. We hebben iets meer gehoord. We moeten het even uitwerken. En Euro zal volgende week denk ik heel veel mooi nieuws kunnen brengen. Dus ik wil u uitnodigen om volgende week weer te komen. We gaan over een paar dagen de volgende uitnodiging in de sites overal zetten en in de WhatsApp groepen. Dus zorg dat u er volgende week bij bent, want dan zult u waarschijnlijk meer nieuwe dingen horen. Voor nu bedank ik u allemaal dat u bent komen luisteren en wens ik u nog een prettige avond. Dag.